Het is zo dat, zoals gezegd, water dat bevriest zit uit. Ja. En denk maar aan de gesprongen waterleidingen bij de vrieskou. Precies, ja. En we gaan dat eventjes kunnen demonstreren. Ja. Ik heb hier een gietijzeren bol. Een hele zware ijzeren bol, ja. Ja. Ik ga die vullen met water. Ja, pas op, hè, pas op. Ja. Karen, kom een beetje achteruit. Kom. Gietijzeren bol wordt gevuld met water. Alsjeblieft. En dan gaan we die bol afkoelen tot het water bevriest tot ijs. En dan garandeer ik u een spectaculair effect. Daar houden wij geweldig van. Kom allemaal mee. Kom aan, professor. Ja. Professor Van Dijk, hoe gaat u het water in die ijzeren bol zo snel laten bevriezen? Wel, Bart, ik gebruik daarvoor vloeibare stikstof. Dat is zoals vloeibare lucht. Mm-hmm. Heeft een temperatuur van min 196 graden. Doet u vooral alsof u thuis bent. En als ik daar de bal inleg, dan gaat hij direct afkoelen en het water direct wordt ijs. Mocht ik zo'n gietijzeren bal zijn, ik zou net hetzelfde doen. Dus de stikstof gaat er nu in. De professor gaat gewoon in de kooi. Ja, met stikstof en al. Ja, prima. Graag ondertussen, dames en heren, een woordje van dank aan de dienst beveiliging van de VRT en zeker ook aan Technopolis zelf, want tot de generale repetitie was dit een buitenproef die gewoon onverantwoord was, binnenshuis en nu mag het toch. Op teken van de professor ga ik de gietijzeren bol met het water, het voorlopig nog niet bevroren water, in de vloeibare stikstof laten vallen. Ja. Ja, ik laat hem. Hup. Ik laat hem in. De gietijzeren bol met het vloeibare water glijdt nu in de vloeibare stikstof. K3'tjes, als jullie een stuk ijzer in de buik krijgen, denk gewoon dat het een piercing is. Oké? Okay? Ja, dat is, kom, ja, pas op. Ja, ik kom even bij jullie staan. Ja, Tom. Dames en heren, echt belangrijk. Dus als u een stuk plexi in het gezicht zou krijgen, dus probeer het op te vangen met de platte kant. Dat is echt... Ja, oké. Okay. En voor het ijzer gewoon onder de banken duiken. Ja. Het is al 3 keer gelukt, maar dat was wel buiten, dames en heren. Ja. Blijf nog gevaarlijk, maar kom toch al dichter. Professor, dank u voor die explosie. Ja. We wachten nog even op de tweede toren, dames en heren. Oké, okay, pas op. Ja, als je pas ruikt, die dingen zijn heel koud. Ja. En daar kan je je vingers aan verbranden. Nee, en we hadden een tang, hè? Ja, er is een tang die er staat. Daar, oh, een tang. Ja, alsjeblieft. Ik ga even een stukje... Oeh, ja, je voelt het knetteren aan je zolen. Maar dus, dat is dus gietijzer, hè? Ja. En dat is helemaal uit elkaar geknald. Dat is heel indrukwekkend. Die ijzeren bol kon daar duidelijk niet mee lachen. Bedankt, professor Van Dijk.